Je wordt gewoon plaatsvervangend ongemakkelijk van hoe Linda de Mol zich gedraagt ten opzichte van de media. Ze heeft er veel belang bij dat de terugkeer van haar humoristische serie Gooise Vrouwen een megahit wordt, maar de actrice van het belangrijkste personage van de serie doet in het echte leven ontzettend zuur. Dat matcht toch niet? Linda wil alleen nog maar Noord-Koreaanse beleefdheidsgesprekjes houden met bevriende media als shownieuws, maar een onafhankelijke verslaggever die wat vraagt over haar foute liefje Jeroen Rietbergen. Nee, dat weigert ze. De gevallen TV-koningin wil nog steeds koninklijk behandeld worden, maar dan moeten zij en haar partner zich wel koninklijk gedragen. En koninklijk heeft Jeroen zich niet bepaald gedragen, vraag dat maar aan Nienke Wijnhoven. Hoe dan ook, ook gisteren schitterde Linda weer van afwezigheid bij het belangrijkste Talpa-evenement van het jaar, namelijk de seizoenspresentatie. Linda kan vanwege haar eigen mediahaat nog steeds geen publiciteitsinterviews geven. Gaat Nederland de revival van Gooise vrouwen wel omarmen of zit de krampachtigheid van Linda toch een beetje in de weg? Het lijkt ogenschijnlijk allemaal wel weer goed te komen. Het lijkt alsof ze weer heel voorzichtig terug in het zadel komt, zegt Thomas Woldhuis, uitgeroepen tot paragnost van het jaar 2021, in de party. Maar, zo merkt hij op, het is wel zo dat Linda de mol over de top van haar bekendheid heen is. Ik zeg niet dat het tanende is, want ze blijft natuurlijk wel Linda de Mol. Gooie vrouwen zal ook wel een succesje worden voor Linda, maar ze zal nooit meer het succes behalen dat ze eerder heeft behaald. Waarom houdt Linda zo halstarrig vast aan de spotlights als ze er zo moeite mee heeft? Waarom Linda niet gewoon stopt met werken en in Portugal gaat wonen waar ze een tweede huis heeft? Misschien vindt ze het veel te leuk om te werken, hoort het bij haar adrenalineverstrekking dat ze op de een of andere manier toch in die picture wil blijven staan? Alleen naarmate je ouder wordt, en daar hoef je niet paranormaal voor te zijn, gaat dat meer energie kosten. Je bent niet meer zo flexibel als 20 jaar geleden.